Dag beste leerling van het vierde jaar. Iedereen is in Scratch ondertussen begonnen. 4WetB heeft nog maar één lesje Scratch gehad. Alle andere klassen van het vierde hebben er twee lessen op zitten. Op het einde van die tweede les is eigenlijk de bedoeling dat we oefening 2 of les 2 afgewerkt hebben. Dat is die oefening met die gele en die rode appel. Nu, 4WetB is daar nog niet. Toch ga ik aan 4WetB vragen om de intro-oefening ook af te werken. Aan alle andere klassen vraag ik om les 2 helemaal af te werken. Ik kan jullie laten zien wat dat de opdracht van lesje 2 was. Ik zal nog een keertje stoppen en terug starten. Hier staat de kat. De kat moet alle kanten op kunnen bewegen. En de boom rechtsboven, de kerstboom in dit geval, moet een controle doen welke appels opgegeten zijn. In dit geval heb ik nog geen appeltje gekozen, dus moet de boom dat zeggen. Kies ik de gele appel, dan geeft de kat een geluid. De appel verdwijnt. En van het moment dat ik terug tegen de kerstboom aanbots, eigenlijk gaat die een controle doen en die ziet dat dat enkel de gele appel was. Pak ik ook de rode appel erbij, is de kat kwaad? Of vindt hij dat vervelend? De boom moet op dit moment controleren hoeveel appels zijn er opgegeten. In dit geval zijn het ze alle twee. Dus moet hij ook die boodschap geven. Dus eigenlijk moet die boom 4 controles doen. Geen appel opgegeten, beide appels opgegeten, enkel de rode of enkel de gele appel opgegeten. De pijl die hier van onder staat, zal eventjes of dit groene vinkje, dient eraan om de script te stoppen. Hier van boven zie je dat het script gestopt is. En dat je op het groene vlagje moet drukken om terug te beginnen. Dat is de oefening van les 2. Nu, die oefening staat ook uitgeschreven. Ik zal het eens eventjes terug verkleinen. Deze stapjes die je kan doen om die oefening te vervolledigen, die ga ik zorgen dat die op Smart School ter beschikking staan. Ik kan je ook laten zien wat dat de eenvoudige intro-oefening was die dat we gemaakt hebben. Even terug naar de projecten gaan. Dit was de opzet. Even doorlopen. Dat is eigenlijk een vereenvoudigde versie. 1 kat, 1 appel, 1 pijl. De kat wandelt naar de pijl. De pijl zegt de appel is niet opgegeten. Ander momentje, we pakken de appel wel. Hij zegt lekker, de appel verdwijnt. En de pijl zegt dat de appel opgegeten is. Die oefening, dat is de intro-oefening. Hier, dat is eigenlijk maar een voorbeeld van de echte oefening. Dus aan de klas 4WetB vraag ik ook van deze oefening zelf af te werken. Die hoeven nog niet les 2 af te werken, want ze liggen één lesje achter. Dus voor alle anderen laat ik deze oefening nog eens één keertje zien. Ik zal hem even terug openen. Zo, mijn projecten. Ik heb een lege versie daarvan staan. Ik zal het ook fullscreen zetten, zodat we zoveel mogelijk programmaruimte hebben. Programmeerruimte. Hier hebben we de kat staan. De enige code die ik nu al in mijn projectje heb zitten, is dat die kat zich naar rechts moet richten, naar de startplaats gaan. En dan hier in deze herhaal zitten alle bewegingstoetsen. Pijltje rechts, pijltje links, pijltje omhoog en pijltje omlaag. Dat zorgt ervoor dat die kat alle kanten kan uitwandelen. Dat is eigenlijk de eerste opzet die moet gebeuren. Ik druk op stop, start. Wat heb ik nog nodig in mijn script? Ik heb een appel nodig, dus ik ga in de bibliotheek de appel halen. Oké. Okay. Ik heb ook nog een pijl nodig, dus dat ga ik ook doen. De pijl, die staat hier, net langs de appel. Die hebben nog verkeerde namen, hè? Want appel gaan we in het Nederlands zetten. Dus dat ga ik onmiddellijk veranderen. Appel, zo. En hier langs staat de pijl. Die pijl ga ik ook een betere naam geven. Pijl, voilà. Aangezien we het in de les al overlopen hebben, ga ik hier vrij snel door. Ik ga je gewoon laten zien wat dat ik nog bouw. Ik zet de pijl hier zo op zijn juiste plaats. Ik zet de appel ietsje lager. En dan ga ik de code beginnen schrijven. De appel heb ik daar gezet. Zo. Ik ga de code programmeren. Die kat moet, als hij de appel raakt, zo. Dan moet de kat zeggen, lekker. Dus dat gaan we programmeren. Zo. Stop. Wanneer hij aangeklikt wordt. En van het moment dat hij de kat raakt. Zo. De appel raakt, zo is het. Wanneer ik de appel raak, dan gaat de kat moeten zeggen, lekker. Zo. Ik zeg dat meestal 1 seconde. Ik vind dat lang genoeg. De code gaat niet werken. Hè. Dat hebben we in de klas ook overlopen. Dus die kat loopt wel tegen de appel, maar er gebeurt niets. Komt omdat die code supersnel uitgevoerd wordt wanneer dat we op het groene vlagje drukken. Maar hij moet dat natuurlijk continu blijven doen. Dus ik zet die code binnen en herhaal. Op zich zou dit moeten werken. We zetten hem eens eventjes op zijn juiste plaats. Zo. We lopen tegen de appel aan en hij zegt lekker. De appel moet nog verdwijnen, dus ik ga de appel programmeren. Bij het begin, dus op het groene vlagje. Als de appel de kat raakt, programmeren we het eigenlijk andersom, de kat raakt, dan gaan we ervoor zorgen dat die verdwijnt. Dus bij het uiterlijk ga ik hem laten verdwijnen. Nu, die kat was nog lekker aan het zeggen, dat duurde 1 seconde. Dus ik ga voor het verdwijnen ook 1 seconde wachttijd toevoegen.
Nu, wat ik nog ga doen, is dat zeker in een herhaalblok zetten. Maar anders werkt dat natuurlijk niet. Van het moment dat ik een verdwijnknopje gemaakt heb, dan ga je, kijk, hier is de appel weg, ga ik sowieso ervoor moeten zorgen dat er ook een verschijnknop is. Dus ik ga erbij het uiterlijk ook een verschijnknop bijzetten. Ik ga er ook voor zorgen dat dat altijd werkt. Want als ik dat nu zou doen, ik ga op de appel staan, de appel verdwijnt, ik druk stop, start, dan verschijnt die appel terug en hij is terug weg. Dat komt omdat hij heel die controle supersnel gedaan heeft. Ik wil dat hij hier met deze controle heel eventjes wacht voordat hij daarmee begint. Dus ik ga bij die wacht een halve seconde invoegen, zo, voordat ik met mijn code begin. Stop, start, dan komt het appeltje na een halve seconde altijd ter beschikking. Even testen. We lopen naar de appel. Hij zegt lekker, de appel springt weg. De laatste controle is de pijl. Dus als mijn kat tegen de pijl aanloopt, moet de pijl zeggen of de appel opgegeten is, ja of nee. Dus dat gaan we nu programmeren. De pijl moet wat code krijgen. Wanneer moet hij iets gaan zeggen? Als ik de kat raak. Dat ga ik sowieso al zetten. Als ik de kat raak. Daar staat hij. Dan moet ik iets gaan controleren. Nu, je weet dat die code alleen maar heel eventjes werkt, tenzij ik die in een herhaal zet. Dus ik ga de herhaalblok er rond zetten. Zo. En dan ga ik controleren of ik de appel geraakt heb. Nu, om dat bij te houden, gingen we een variabele gebruiken. Die heb ik nog niet gemaakt, dus dat doe ik nu. Ik ga naar de kat. Maak een nieuwe variabele. Ik geef dat een naam. Of ik geef die een naam. Is appeltje op. Zo. Druk op oké. Die variabele is gemaakt. Wanneer moet die variabele, die standaard 0, wanneer moet dat 1 worden? Wel, van het moment dat ik de appel geraakt heb. Dus ik zeg, maak appeltje op 1 van het moment dat de kat de appel raakt. En dan ga ik bij de pijl kunnen controleren of die geraakt is of niet. Dus ik heb een nieuwe als-functie nodig. Zo. Nu ga ik zeggen, als mijn appeltje op 1 is. Dus ik heb het is-teken nodig. Hier staat appeltje op 1 is. Zo. Hier type ik gewoon het cijfer 1. Dan moet de pijl gaan zeggen, de appel is op. Zo. Oei, ik zal er een uitroepteken bij zetten. 1 seconde is genoeg. En anders moet hij iets anders zeggen. Zo. Zeg, de appel is nog niet op. Zo. En dat mag hij ook 1 seconde zeggen. Voilà, dat is mijn controle. De eerste keer gaat dat werken, want appeltje op is 0. Dus ik ga eens even controleren. Ik loop hier tegen. De appel is nog niet op. Dat klopt ook. Ik ga terug weg. Ik eet mijn appel op. Appeltje op wordt 1. Ik loop tegen de pijl en hij zegt de appel is op. Het enige probleem nu is, als ik stop en terug start. Kijk, die staat nu op 1 hier bovenaan. Ik druk terug op start. Is die nog altijd 1. Dus die controle die moeten we nog gaan toevoegen. Plus het feit dat de pijl nog juist iets zei. Dat is ook vervelend, want dat is van mijn vorig programma. Dus ook hier ga ik een hele kleine wacht inbouwen. Van een halve seconde, dan gaat hij dat nooit meer doen. Dus ik moest appeltje op nog op 0 zetten bij het begin. Dat maakt eigenlijk niet uit waar je dat doet. Of je dat op de appel doet, of op de pijl doet, of op de kat doet. Dat maakt eigenlijk helemaal niets uit. Dus ik ga die variabele nog op 0 zetten van bij het begin van het spelletje. Stop, start. De appel springt op 0, loopt naar hier. De appel is weg. En inderdaad, de pijl zegt dat de appel op is. Stop, start. Opnieuw eventjes testen. Dat was erop niet tegenaan. Dat was de bedoeling niet. Zo, we lopen er rond. De appel is nog niet op. Dus deze oefening is de intro-oefening. Noem die daarom les 2. En dan schrijf je jouw achternaam, jouw voornaam en dan intro erbij. Dan heb je deze bewaard. Dus op het moment dat je op enter drukt of hier van boven kiest voor nu opslaan, dan gaat hij hem zelf opslaan. Als je deze oefening af hebt, dus dat was voor, ik zal het eventjes terug verkleinen. Voor klas 4, wet B, jullie moeten deze oefening maken. Alle anderen maken de tweede oefening, die met de gele appel en de rode appel. Om van deze oefening te kunnen beginnen voor die andere klasse, kan je gerust kiezen voor hier bestand, opslaan als. En hij maakt dan een tweede versie. En als je dan hier intro en kopie weg doet, en je gaat hem opnieuw opslaan, hij is eigenlijk al opgeslaan, dan heb je de twee versies nog bewaard. Dan heb je en de intro en deze. Zo, veel succes en tot de volgende les.